Kijk eens om je heen, man. Godverdomme. De hele tweede helft gewoon niet kijken naar de graafschap. Alleen de spelers van Eagles op het veld wat je volgt. Ja, jongen, dit is... Dit, ja, ik kan het niet beschrijven. Dit is ongelooflijk. Hoe zit het met jullie onderbuikgevoel? Oh, wel zenuwachtig, hoor. Ja, ja. Rood-geel, rood-geel, dat zijn de kleuren van juweel. Ja. Kriebelt het in de onderbuik? Ja, heel veel. Ik ben vanochtend opgestaan, het gevoel is goed en het gaat gewoon gebeuren. De tribunes blijven leeg, de spelers zijn nog binnen aan het omkleden. Want de perstribune neemt de spanning in ieder geval al wel toe. Er mag niets georganiseerd worden, daarom, hoe gek dat misschien ook klinkt uit mijn mond... Doe ik echt een beroep op de supporters om thuis te blijven. De Adelaarshorst, daar wordt vanavond niks gevierd. Dat zullen we in ieder geval niet toestaan. Hoe stil en verlaten wil je het hebben op de Deventer Brink? Iets na achter de wedstrijd tussen Excelsior en Go Ahead Eagles is begonnen. En ook in Doetinchem zijn ze aan het voetballen op dit moment. De Graafschap tegen Helmond Sport. Nee, ik denk dat hier een beetje stilte voor de storm. Storm is, hoop ik. Ik hoop dat het wel vol komt. Achteraf ook niet natuurlijk, want in verband met de coronaregels... Je schept hem een schot aan de paal. Op de paal in de naar staat Hendricks. Maar die staat buiten spel. Die trapt die bal recht in de handen van Dame, de keeper van Excelsior. Graafschap tegen Helmond Sport 0-0. U zag dat het regende. U zag dat het heel veel regent in Doetinchem. En u ziet ook dat het veld onbespeelbaar daardoor wordt. Dus zegt scheidsrechter Rob Diepering. We gaan eerst maar eens naar binnen. Wachten de bui af. Gaat dit goed, mannen? Ja, dit gaat hartstikke goed. De televisie is inmiddels nat geworden. U bent net op tijd. Ja, gelukkig wel. Ja, paniek? Nee, gaat niet. Wat denken jullie? Bacardi en net zoiets als Malibu. Je bent dronken van, hè? Hopelijk niet. Hier schijnt de zon. En is Horemans weg. En is daar Oude Kotte met een goede kans voor Excelsior. Had Go Ahead Eagles daar geen penalty moeten krijgen? Het is Botos die vraagt om een strafschop. Hij werd toch echt vastgehouden. Maar scheidsrechter Gerrits wil er niet aan. En er is natuurlijk geen VAR in de KKD-divisie. Eersteling die hem wat ongelukkig aanneemt en weer terug moet. En dan is er slordig balverlies, wilde ik zeggen. Maar hij krijgt de bal toch bij Botos. Botos rondom de 16 meter van Excelsior. Legt de bal breed richting Eersteling. Komt de voorzet vanuit de tweede lijn? Nee. Hij verzorgt de opbouw en dan komt die bal uiteindelijk toch bij de tweede paal. Komt naar de kopbal, komt naar de treffer. Daar is de treffer. Het is 0-1 voor Go Ahead Eagles. Wat een schitterende kopbal. En wie had ik nou vervloekt? Wat een kopbal. En dan gaat Gorter uit de eigen 16. En het wordt een vreugdedans. Ja! Gerrits kijkt op zijn horloge. Gorter heeft de bal klaargelegd. Gaat Go Ahead Eagles dan doen wat het moet doen? Ze moesten zelf winnen. Nou, daar lijkt het op af te stevenen. Op een overwinning. En dat de 23e keer dit seizoen. Een record voor Go Ahead Eagles dat nog nooit zoveel punten wist te behalen in de eerste divisie. Het is uitstekend verlopen bij Kees van Wonderen. De vreugdevuren zijn hier in Rotterdam. Waar Go Ahead Eagles in ieder geval... zelf heeft gewonnen van Excelsior, want hier is het laatste fluitsignaal. Go Ahead Eagles moet nu, een uurtje in de wachtkamer om te kijken of de Graafschap hopelijk op 0-0 blijft steken tegen Helmond Sport. Nu kan hij hem erin slingeren met zijn linkerbeen. Goeie bal en wat een kans, dat moet het nog toch zijn, zou je zeggen. De Graafschap wil en kan het maar niet afmaken in die twee wedstrijden waarin de kansen geboden zijn. Want daar is het laatste fluitsignaal van Diepering. Zo blijft het 0-0. Beste Eredivisie-fans, beste Go Ahead fans natuurlijk. We zijn gepromoveerd en daar ben ik altijd trots op als echte Eagle. Maar ook met deze vrouw! Jannie maakt ze gek. Jannie maakt ze gek. Jannie, jij loopt nu richting Hellendoorn, of wat doe je? Nee,
en ik moet de spelers ophalen. En hier is het echt Deventer, is als je Eagles fan bent voor het leven, echt heel erg. Komt van heel diep. Van heel diep. Kom op dan! Alle mensen op de Vijverberg, volgend jaar is er weer een kans. Komt helemaal goed.